Hi, Mieke Maat hier van Wakker Worden. Met vlog nummer 58, de vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. Deze video maak ik naar aanleiding van een coachgesprek wat ik van de week had. Waarbij de coachie aangaf van, ik moet van de week naar de bedrijfsarts. En ik maak me daar echt wel zorgen over. Ik vind dat niet fijn en hoe moet ik me nou daarop voorbereiden? En ik dacht, daar dus lopen vast vaker mensen tegenaan, dus vandaar deze video. Dus hoe bereid je je nou voor op een gesprek bij de bedrijfsarts? Nou, wil je daar een aantal tips in geven? Allereerst, ga ervan uit dat het een fijn gesprek wordt. Dus ga ervan uit dat de bedrijfsarts het beste met jou voor heeft. Want op het moment dat jij de bedrijfsarts ziet als een boeman, dan zul je je een beetje defensief gaan opstellen in dat gesprek. Dan creëer je eigenlijk al bij voorbaat een heel onplezierig gesprek. Dus kijk of je je kunt openstellen voor het feit dat die bedrijfsarts gewoon het beste met jou voor heeft. Tweede is, zorg dat je van tevoren de vragen die je hebt, dat je die eventjes voor jezelf opschrijft. En neem dat lijstje mee in het gesprek, zodat je gewoon het kunt afvinken. Nou, deze vraag heb ik gesteld, deze vraag. En ga gewoon pas de deur uit op het moment dat je antwoord hebt op alle vragen die je hebt. Als je het fijn vindt, nodig dan gewoon iemand uit om mee te gaan naar het gesprek. Als dat je een goed gevoel geeft, als dat je wat steun geeft. Maar denk van tevoren na over welke vragen wil ik stellen. Wat een volgende tip is, is dat je naar het gesprek toe gaat en van tevoren vaststelt welke intentie heb ik nou met dit gesprek. Wat wil ik nou eigenlijk met dit gesprek bereiken? Dus denk daar van tevoren eens over na. Waarom ga ik dit gesprek eigenlijk aan? En ik begrijp dat het een verplicht onderdeel is van in het kader van de wet verbetering poort erachter van jouw reïntegratietraject. Maar kijk nou ook eens vanuit jouw eigen perspectief van wat wil ik nou bereiken met dit traject. Ik hoop dat deze tips je wat houvast geven om voor te bereiden op een gesprek bij de bedrijfsarts. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd eventjes contact opnemen via de contactpagina op de website. Ik wens je heel veel succes met de voorbereiding van je gesprek bij de bedrijfsarts. En tot een volgende video. Doei doei!